بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخت برودس أن زوسترس إن الإسلام إن إيرست إنستانسي خروت كلمة خروت من الإسلام خروت من أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ففي الأوز مختيس ديزة خزيخ داخل فديزة خزيخ دمان رمضان دمان فانتونا درين de maand van berouw, de maand waarin de moslim zijn band versterkt met Allah subhanahu wa ta'ala. De maand waarin de moslim ook bewuster zou ik moeten zeggen, stilstaat bij de gunsten die Allah subhanahu wa ta'ala hem heeft gegeven. En weet, beste broeder en zuster in de islam, dat een van de beste gunsten die de moslims hebben gekregen, en ik zou moeten zeggen, die de mensheid in haar totaliteit heeft gekregen, het openbaren van de Koran is, beste mens. Dat Allah subhanahu wa ta'ala de Koran heeft geopenbaard, is een grootse gunst. De Koran, die gezonden is, laat de profeet vrede zijn met hem, om de mensheid in haar totaliteit op de hoogte te stellen van het feit dat dit wereldse leven van korte duur is en dat zij Allah subhanahu wa ta'ala zouden moeten aanbidden en dat zij enkel en alleen zijn geschapen en gemaakt om Allah te dienen en te aanbidden en dat zij hun intenties daar ook dienen te zuiveren, in hun daden van aanbidding dienen te zuiveren. Dus de Koran is een gunst die de hele mensheid eigenlijk is overkomen. En er is ook een speciale band en een speciale en een bijzondere relatie tussen de maand Ramadan en de Koran. De Koran, het openbaren daarvan, is begonnen in de maand Ramadan. Dus de eerste vers die geopenbaard werden, die werden geopenbaard in de maand Ramadan. En vandaar dat er een speciale band is en een bijzondere relatie is tussen de Koran en de maand van het vaste, de maand Ramadan. En daarom zie je dat de profeet vrede zij met hem in de maand Ramadan meer de Koran reciteerde dan in andere maanden. En daarom zie je ook dat de geleerden die daarna zijn gekomen, of de mensen die daarna, de generatie die daarna zijn gekomen, ook heel veel aandacht schonken aan de Koran in de maand Ramadan. Voor de duidelijkheid. Het is niet dat zij buiten de maand Ramadan de Koran verwaarloosde, zoals wij dat doen, en dan breekt de maand Ramadan aan. En dan grijpen wij terug naar de Koran om deze te reciteren. Nee. Ze waren het hele jaar door bezig met het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar in de maand Ramadan werd het intensiever. In de maand Ramadan hadden zij als doel gesteld om de Koran bijvoorbeeld een paar keer uit te lezen. Waarom? Want ze deden daarin, ze imiteerde daarin de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de Koran, de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala, waarmee hij verheven is, hij daadwerkelijk heeft gesproken. En via Jibril heeft geopenbaard aan de profeet vrede zij met hem. De Koran is bij Allah subhanahu wa ta'ala begonnen en zou bij Allah eindigen. De Koran is een boek van leiding. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Oftewel, Alif Lam Mim, dat boek, daar bestaat geen twijfel over. Het is leiding voor zij die godsvrucht hebben. Het is leiding voor de godsvruchtigen. De Koran is dus een boek van leiding en niet zomaar een boek. Een boek dat wanneer men deze leest en overpeinst met de juiste intentie en de aanwezigheid van het hart en bewust aan het lezen is, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala hem daarmee leiden. De Koran is genezing. Meerdere keren in de Koran leert Allah subhanahu wa ta'ala ons dat zijn woorden leiding zijn en genezing zijn. En ook in een aantal overleveringen zie je dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de mensheid onderwijst dat er genezing zit in de Koran. De Koran is licht, noor. De Koran is een wonder. De Koran is een wonder die gegeven is aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Alleen,
Het verschil tussen deze wonder van de profeet, vrede zij met hem, en de andere wonderen die de voorgaande profeten hebben gekregen, is dat de wonderen van de voorgaande profeten tijdgebonden waren. En ze hielden op met het bestaan na het overlijden van de profeet. Maar deze Koran is een wonder die gegeven is aan de profeet, vrede zij met hem, maar nog steeds voortleeft. En het zal voortleven aan de dag des oordeels, tot aan de dag des oordeels. Dus deze Koran is in principe nog een overgebleven wonder van de tijd van de profeet, vrede zij met hem. De Koran, waarover Allah subhanahu wa ta'ala zegt, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Want de Koran is krachtig. En de woorden van de Koran zijn magistraal wat dat betreft. Allah subhanahu wa ta'ala zegt over de kracht van de Koran zelfs, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. Als wij deze Koran over een berg zouden doen nederzenden, dan zul je zien dat deze berg uit angst voor Allah zou beven. Zo krachtig zijn de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Uit angst en uit vrees voor Allah zal de berg beven. En dit geldt voor de berg, massief, gevoelloos, geen onderscheidingsvermogen. Wat dan te denken, beste broeder en zuster, van mijn toestand en jouw toestand bij het aanhoren van de Koran. Wat moet de Koran wel niet met ons doen? Wat moet de Koran wel niet in ons teweeg brengen en bewegen? De woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. De Koran, magistraal, perfect, een wonder waarmee de mensheid is uitgedaagd. Nog in de tijd van de profeet, vrede zij met hem. Want als je gaat kijken naar de wonderen die Allah subhanahu wa ta'ala de profeten heeft gegeven, die passen altijd in de tijd waarin de profeet is gezonden. Laten we teruggaan bijvoorbeeld naar Isa alayhi salam, Jezus. Hij is gezonden in een tijd waarin geneeskunde hoogtij vierde. Dus mensen waren ver als het ging om geneeskunde, om het genezen van mensen, medicaties en noem maar op. En toen heeft Allah subhanahu wa ta'ala de profeet Isa alayhi salam een wonder gegeven dat hij de zieken kon genezen. En dat hij de blinden kon genezen. En als er mensen waren die aanvaardbaarheid aandoening hadden, bijvoorbeeld leprozen, dan was hij in staat om hen daarvan te genezen. Is iets wat paste in zijn tijd, zodat de mensen zouden zeggen, wij weten wat geneeskunde is, maar dit wat Isa alayhis salam doet, dit wat Jezus doet, dat is geen geneeskunde. Dat is iets wat boven ons vermogen is. Dat is iets wat onverklaarbaar voor ons is. Dat moet iets zijn wat ondersteund wordt en gesteund wordt van boven de zeven hemel. Dat was de tijd van Isa alayhis salam. In de tijd van Musa alayhis salam was tovenarij in. Mensen waren ver als het gaat om het betoveren en noem maar op. En dus heeft Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhis salam een stok gegeven die in een slang kon veranderen. Zodat hij de mensen daarmee kon uitdagen. En hij daagde ook de tovenaars van Fir'aun uit. En vervolgens, zoals bij jullie bekend is, tijdens de grote confrontatie tussen Musa alayhis salam en de tovenaars van de farao, en dat was eigenlijk een soort actie van Fir'aun, van de farao, om de valsheid van Musa te bewijzen. En daarom haalde hij zoveel tovenaars om eigenlijk Musa alayhis salam in het ongelijke te stellen. En toen zei Musa alayhis salam tegen de tovenaars, gooi jullie op de grond of zal ik gooien? En toen gooiden zij hun touwtjes. En met de technieken die zij hadden, konden zij de ogen van de mensen betoveren. Zodat de mensen dachten dat die slangen dat die touwtjes aan het bewegen waren. En Musa alayhis salam die gooit een stok. Die veranderen daadwerkelijk in de slang. En hij zag ook meteen aan de reactie van de tovenaars dat zij herkenden dat dit niet tovenarij is en niks met tovenarij te maken heeft. Want toen Musa alayhis salam gooide, ze waren meteen overtuigd van de boodschap van Musa alayhis salam. Sterker nog, ze waren zo overtuigd dat zij neerknielden voor Allah subhanahu wa ta'ala. Posterneerden voor Allah subhanahu wa ta'ala en zeiden wij geloven in Allah.
Wij geloven in de Heer van Musa. En toen zei de farao, dreigementen, zoals de tyrannieken dat vaak doen, dreigen en bedreigen. En hij zei tegen hen, als jullie Musa gaan volgen, dan zal ik jullie bestraffen. En ik zal dit jullie aandoen en dat doen en dat doen. En ze waren zo overtuigd van de boodschap van Musa alayhis salam, naar aanleiding van dit incident, dat zij zeiden, doe maar wat je wilt. Het deert ons niet meer. Want we hebben eigenlijk de waarheid hebben aanschouwd. We hebben een stok zien veranderen in een slang. En wij weten wat tovenarij is, want we zijn zelf tovenaars. Maar wat deze man doet, ja, dat is iets wat zekerheid is, wat ik zie. Ja, en dat moet van boven de zeven hemelen gesteund worden, kan niet anders. En dan komt de tijd van de profeet, vrede zij met hem, Mohammed. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. In zijn tijd was de Arabische taal vierde hoogtijd. Mensen waren verre gegaan om de retoriek, om de taal, om het spreken, om het dichten, om het debatteren. Ze speelden met taal. Sterker nog, er werden op de markten gingen mensen tegen elkaar een soort van battelen. Ja, de ene kwam met een gedicht en de andere kwam met een tegengedicht. En ze konden zo mooi het Arabisch spreken en rijmen. En toen kwam de Koran. In een tijd waarin de Arabische taal nota bene hoogtij vierde, komt de Koran met prachtige bewoordingen, prachtige uitdrukkingen, verzen die prachtig op elkaar rijmen, met ook nog eens prachtige betekenissen, want een mens kan wel iets rijmen, maar uiteindelijk zul je zien dat de betekenissen niet kloppen, maar de Koran rijmt op elkaar, en het heeft ook nog betekenis, zodat de mensen uiteindelijk in die tijd zouden denken, wij zijn de Arabieren, dit is onze taal, en wij rijmen en wij dichten, maar wat deze man doet, dit is iets van, moet gesteund en ondersteund zijn van boven de zeven hemelen. En daarom zie je dat Allah subhanahu wa ta'ala ook de mensheid heeft uitgedaagd om met hetzelfde als de Koran te komen. Kom maar gelijk, kom mij met een gelijke aan één vers uit de Koran, een hoofdstuk, kom maar. Ze hebben het geprobeerd in die tijd, in de tijd van de profeet vrede zij met hem, maar ze waren daartoe niet in staat. Ze hebben het geprobeerd, daarna, de generaties daarna waren nooit toe in staat geweest. En er zal ook niemand in staat zijn om met hetzelfde als de Koran te komen. Waarom? Omdat het de woorden zijn van Allah. En de woorden van Allah, niemand komt met hetzelfde ervan of de gelijke eraan. Dit is een wonder, beste broeder en zuster in de islam, die wij met z'n allen zouden moeten koesteren, vooral in de maand van de Koran. De moskeeën zijn weliswaar dicht, maar het boek van Allah subhanahu wa ta'ala is open. De moskeeën zijn weliswaar hun deuren gesloten, maar de kaften van de Koran kun je zo opengooien. Je bent niet afhankelijk van het openen of het sluiten van de moskee om de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala te kunnen reciteren. Dit is natuurlijk een andere Ramadan dan de Ramadans die wij in onze leven hebben meegemaakt. Als het gaat om de samenhorigheid, als het gaat om de eendracht, als het gaat om de samenkomst in de moskee. Maar de overleveringen zijn niet veranderd met betrekking tot de maand Ramadan. De maand Ramadan is nog steeds de maand van vergeving. De maand Ramadan is nog steeds de maand waarin de zonden vergeven worden, waarin kansen liggen om in aanmerking te komen voor de vergeving. De maand Ramadan is nog steeds de maand waarin de Koran is geopenbaard. De maand Ramadan is nog steeds de maand van de luttele dagen, van de enkele dagen die zo voorbij gaan. De maand Ramadan is nog steeds de maand waarin de laatste 10 nachten zitten. En in een van die laatste oneven 10 nachten zit er een nacht van al-Qadr. Die wanneer de moslim deze treft met zijn daden van aanbidding, hem een beloning toekomt van 83 jaar. Dat is allemaal niet veranderd, beste broeder en zuster in de islam. Sterker nog, misschien is deze Ramadan wel jouw beste Ramadan. En ik heb het al een paar keer laten vallen door een aantal broeders. En die zeggen dat deze maand Ramadan hun beste maand Ramadan is. En ik zeg, het klinkt gek wat ik zeg. Gezien de deuren van de moskee zijn gesloten en de samenkomst er niet meer is. Maar ik zal het even uitleggen. Waarom deze maand Ramadan jouw beste maand Ramadan kan zijn en kan worden.
In de afgelopen jaren dat we gepost hebben, hebben wij de maand Ramadan beleefd. Vaak aan de hand van externe factoren. Dus dat je eigenlijk afhankelijk bent van de mensen om je heen. Om jouw imaan te vergroten. Wat natuurlijk niet erg is, want daar is op zaken jamaa voor. Voor de duidelijkheid, daar is niets mis mee. Maar je bent afhankelijk geweest van externe factoren. Om toenadering te zoeken tot Allah subhanahu wa ta'ala. Pas als jij in de moskee kwam en je zag mensen voor Koran reciteren, dan pakte jij het boek van Allah om deze te reciteren. Nu heb je de mensen niet om je heen. Nu heb je die samenkomst niet meer. Nu heb je die externe factoren zijn uitgeschakeld. Dus waar moet het nu vandaan komen voor jou om toch het boek van Allah subhanahu wa ta'ala te pakken? En deze te reciteren. Waar moet de motivatie vandaan komen? Om de Taraweeh thuis te bidden, want heel veel mensen zijn nu aan het huilen, aan het janken om het feit dat zij geen Taraweeh kunnen bidden. Maar waar moet de motivatie vandaan komen? Om de Taraweeh thuis te bidden, de Koran thuis te reciteren. Waar moet het allemaal vandaan komen? Van jouw intrinsieke motivatie. Van jezelf, uit jezelf. Jij moet het nu opbrengen. En het mooie is, aan het opbrengen van de motivatie, dat is een strijd die je aangaat met je eigen ziel. Een strijd die je aangaat met je eigen nefs. En deze strijd, als jij het voor elkaar krijgt om de strijd te winnen. Dus bijvoorbeeld, Salat al-Maghrib is geweest en je zit op de bank. En je hebt al Salat al-Maghrib gebeden. En Salat al-Isha komt eraan. En je hebt Salat al-Isha gebeden. En dan krijg je op een gegeven moment de keuze. Nu kun je niet meer naar de moskee gaan. Nu hoef je geen tarawih in de moskee te bidden. Wat ga ik doen? Ga ik hem chillen, zoals een aantal mensen doen en zeggen? Ga ik een bakje koffie pakken en naar tv kijken en scrollen op YouTube en alle filmpjes op YouTube kijken? Of ga ik de strijd met mijn eigen ziel aan? En ik pak even mijn ziel aan en ik zeg nu opstaan. Voor hetzelfde geld, als de moskeeën open waren geweest, dan had jij de taraweeh in de moskee gebeden. Nu bidden, opstaan. En op het moment dat je dit doet, dat je deze innerlijke strijd voert met jezelf. En jezelf zo ver krijgt om daar voor Allah subhanahu wa ta'ala te gaan staan. Dit is een overwinning op zich. En deze overwinning bezorgt jou zoetheid. En deze zoetheid die jij verkrijgt in deze Ramadan door je eigen innerlijke, intrinsieke motivatie op te brengen. En de strijd te winnen van je eigen ziel, deze zoetheid. Is nog groter dan de zoetheid in de maand Ramadan waarin de moskeeën open zijn. Waarom? Want iedereen gaat. Logisch, dan ga jij ook mee. Je gaat met de stroom mee. Iedereen bidt. En in de maand Ramadan sta je achter de imam, is het veel makkelijker. Dan is alleen maar amin zeggen. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamida. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Maar nu moet je het allemaal zo doen. Nu moet jij reciteren. Nu sta jij daar. Jij bent de imam. Jij moet het doen. Je staat daar voor Allah subhanahu wa ta'ala. De geef die jij uit je hoofd doet, dat doe jij. En als je die niet kent, pak je de mushaf bij. Je pakt de mushaf en je reciteert zelf in het gebed. Je in jouw eigen huis, nota bene, waar je zo lang geen Koran hebt gereciteerd. Jouw kinderen zitten naar je te luisteren. Jouw vrouw bidt achter jou. Dit zijn allemaal gunsten, wallahi. Dit zijn grote gunsten die wij moeten beseffen. Wij moeten een keer positief gaan worden. In plaats van de negativiteit die er heerst. Maar we zitten daar allemaal op onze bank. Zitten wij te kijken naar de moskee, de livestream van Taraweeh. En we zitten te janken om het feit dat de moskeeën dicht zijn. De moskeeën zijn dicht. Maar het boek van Allah subhanahu wa ta'ala is open. Open deze. Pak deze. Sta voor Allah subhanahu wa ta'ala. Reciteer. En als je klaar bent met Taraweeh en je hebt de 11 gebeden. Je doet de witte samen met jouw gezin, je sluit het af. Dat gevoel die er komt, dat is een overwinning. Dat is een borstverruiming. Dat is een zoetheid. En als je dat 29 tot 30 nachten lang volhoudt, een grote winst. Dan hopen we daarmee, inshallah, met deze manier van handelen, hopen wij die godsvrucht te verkrijgen waar Allah subhanahu wa ta'ala het over heeft. Waar het vaste eigenlijk voor verplicht is gesteld. Want het vaste is niet verplicht gesteld om onszelf te verhongeren, nog dorst te lijden. Het vaste is verplicht gesteld om godsvrucht te verkrijgen, om taqwa te verkrijgen
En taqwa houdt in dat wij leren, onszelf aanleren om de geboden van Allah subhanahu wa ta'ala na te komen en de verboden te vermijden, om daarmee een bescherming te bouwen tussen ons en de bestraffing van Allah. En in de maand Ramadan is bij uitstek de beste mogelijkheid om jezelf deze twee zaken aan te leren. Waarom? Want je komt de geboden na. Bijvoorbeeld het gebed, zoals de mensen die buiten de maand Ramadan niet bidden, bidden in de maand Ramadan. Waarom? Want hoe kan ik vasten en het gebed niet verrichten? Dus je ziet dat je jezelf traint om de geboden na te komen. En je traint jezelf ook om de verboden te laten. Want hoe kan ik over iemand roddelen terwijl ik aan het vasten ben? Hoe kan ik liegen terwijl ik aan het vasten ben? Hoe kan ik naar vreemde vrouwen zitten staren terwijl ik aan het vasten ben? Hoe dan? En zo train je jezelf 29 tot 30 dagen lang, ben je jezelf eigenlijk aan het trainen. En bezig met een zelfreflectie om vervolgens uit deze maand te komen. Terwijl jij een persoon bent die de geboden van Allah subhanahu wa ta'ala nakomt, de verboden vermijdt. En daarmee een soort bescherming bouwt tussen jou en de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is die la'allakum yattaqoon, waar Allah subhanahu wa ta'ala het over heeft. Het vaste is jullie voorgeschreven, zoals deze is voorgeschreven aan de volkeren voor jullie, opdat jullie tattaqoon, opdat jullie godsvrucht zullen verkrijgen. Dus jij kan van deze maand Ramadan, in de coronatijd kun jij de beste maand Ramadan van maken. En zo positief zijn we gestemd, beste broeder en zuster in de islam. Want alles is er naar om de beste maand Ramadan van te maken. Behalve dat de moskeeën dicht zijn. Voor de rest is alles intact gebleven. Het boek van Allah subhanahu wa ta'ala is er. De gunsten die jij hebt, het mond die je kunt gebruiken om Koran te reciteren. Hoeveel mensen zijn er wel niet die de Koran graag zouden willen reciteren, maar het niet kunnen? Jij kunt het wel. Hoeveel mensen zouden het willen om één keer hun gezichtsvermogen terug te krijgen om maar een blik te werpen in de Koran? Maar jouw ogen doen het en zijn hartstikke actief om de Koran te reciteren. Als ons één gunst is ontnomen in de vorm van dat de moskeeën dicht zijn, laten we kijken naar die andere talloze gunsten die nog aanwezig zijn en waar we gretig gebruik van kunnen maken. Reciteer het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Onderhoud een band met de Koran in deze maand. En weet dat er bij Allah, als jij de Koran reciteert en je bent daar zuiver in, met een aanwezig hart, de oren aan het luisteren, de ogen zijn aan het lezen en je bent bewust aan het lezen, dan zul je zien dat deze jou een grote borstverruiming zal geven en een grote zoetheid zal opleveren. En de beste zaak die jou erbij kan helpen om de Koran te profiteren eigenlijk van de leiding van de Koran, is het beter begrijpen van de Koran. Reciteren is één. Maar het overpeinzen van de Koran en het begrijpen van de betekenis van de Koran, dat is nog een stap verder. En dat levert je nog meer vruchten op. En daarom wil ik de komende minuten, 10 à 15 minuten, met jullie stilstaan bij de betekenissen van Surat al-Fatiha. In de hoop dat wanneer jij in het gebed staat, in staat Surat al-Fatiha te reciteren, dat jij meer concentreert en meer overpeinst. Surat al-Fatiha, wat wij minimaal 17 keer per dag lezen, moet je je voorstellen. 17 keer per dag, minimaal. Alleen al in de verplichte gebeden reciteren wij Surat al-Fatiha. En dan is de vraag aan jou, beste broeder en zuster in de islam. Als jij gevraagd zou worden over Surat al-Fatiha en haar betekenissen, kun je dan iets zeggen? Kun je daar iets over vertellen? Vaak is het antwoord nee. Vaak is het antwoord, ik heb het hoofdstuk ooit geleerd en ik ben gaan reciteren, maar ik heb me eigenlijk nooit in de betekenissen van de Surah verdiept. En als je tegen een buitenstaander zou zeggen, niet moslim, die je tegenkomt, die zegt tegen hem, er is iets wat ik minimaal 17 keer per dag lees en reciteer. En dat doe ik al vanaf het moment dat ik aan het bidden ben tot nu, elke dag, dus 17 keer, elke dag 17 keer 7 in de week. Maar in feite snap ik eigenlijk niet wat ik aan het reciteren ben. Dan zou deze persoon jou voor gek verklaren. Iets wat je 17 keer per dag leest, maar je weet de betekenis er niet van. Hoe dat?
الحمد لله رب العالمين. على الله زي الله دهير 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 الحمد لله على الله زي الله ده تقدر يبرايس الله سبحانه وتعالى يساتين تخبت أن يبرايس الله سبحانه وتعالى مار فورورد الله سبحانه وتعالى خبريز مارون فورد الله سبحانه وتعالى خبريز الله فورد خبريز omdat hij beschikt over schone namen en verheven eigenschappen en prachtige daden. Allah subhanahu wa ta'ala wordt geprezen omdat hij beschikt over schone namen, verheven eigenschappen en prachtige daden. Allah wordt geprezen en je zegt alhamdulillah omdat hij jouw schepper is, jouw voorziener, degene die jou begunstigt en degene die alles bestuurt. Daarvoor wordt Allah subhanahu wa ta'ala geprezen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, de Heer der werelden. En alles behoort tot die werelden. Alles behoort tot die werelden. Dus Allah subhanahu wa ta'ala is in feite de Heer van alles. Ik en jij, beste broeder of zuster in de islam, behoren tot die werelden. Allah subhanahu wa ta'ala is onze Heer. En wij bedanken Allah subhanahu wa ta'ala en prijzen en spreken lof over Allah in dit eerste vers van Surat al-Fatiha. Omdat Hij de voorziener is, de bestuurder is, de begunstiger is, Rabbil Alameen. En vervolgens benoem je twee namen van Allah subhanahu wa ta'ala die duiden op de genade van Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. En zo ben jij in de eerste paar versen of de eerste twee versen van Surat al-Fatiha ben jij Allah subhanahu wa ta'ala aan het prijzen. Je bent iets aan het voorbereiden. Want het prijzen van Allah subhanahu wa ta'ala is nog voorbereid op iets wat er gaat komen tot feest. Je zegt Ar-Rahman Ar-Rahim. De barmhartige, de genade, de nagenlang meest schuld tussen de geleden wat die twee inhouden. Maar van beide namen van Allah subhanahu wa ta'ala duiden op de genade van Allah. Sommigen zeggen Ar-Rahman is de naam van Allah die duidt op de genade waar iedereen van profiteert. Moslim, niet moslim, iedereen. En Ar-Rahim duidt op de genade van Allah waar specifiek de moslims van profiteert. Sommigen hebben gezegd Ar-Rahman in dit wereldse leven. Ar-Rahim in het hiernamaals. Maar wat uiteindelijk op neerkomt is dat Allah subhanahu wa ta'ala genade voor is. Is dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn genade strekt zich over alles en iedereen. Dat is onze Heer. Allah subhanahu wa ta'ala is vergevingsgezind. Je gaat verder, je zegt Malik yawmiddin. U bent de bezitter van de dag des oordeels. De dag des oordeels, de dag van de vergelding. De dag waarop de mensen bijeengeschaard zullen worden. De dag waarop tussen de mensen geoordeeld zal worden. De dag van de beslissing. De dag van de rechtvaardigheid. De dag waarop wij ons allemaal nu zitten voor te bereiden. Want waarom vasten wij? Waarom bidden wij? Is het niet omdat wij een aantal daden willen vooruitzenden richting de dag van de beslissing, richting de dag des oordeels? En Allah subhanahu wa ta'ala is de bezitter van die dag. Moet je je voorstellen wat jullie allemaal aan het zeggen bent. In de eerste paar versen van dit prachtige hoofdstuk. Prijzen van Allah subhanahu wa ta'ala. De Heer der werelden. De genadevolle, de barmhartige. De bezitter van de dag des oordeels. En zo ben jij Allah subhanahu wa ta'ala aan het prijzen. En lof te spreken over Allah subhanahu wa ta'ala. En je zult je wellicht afvragen. Malik yawmiddin. De bezitter van de dag des oordeels. Maar Allah subhanahu wa ta'ala is toch de bezitter van alles. Waarom staat hier alleen maar de bezitter van de dag des oordeels? Waarom denken jullie? Omdat nu in dit wereldse leven. Een aantal mensen. Het kunnen ontkennen. Dat Allah subhanahu wa ta'ala de bezitter is van alles. Een aantal mensen zullen nu ontkennen en ze zullen zeggen, ja, wij weten niet af van het bestaan van God of wij geloven niet in God. Dus ze zullen God als bezitter, zullen zij ontkennen. Maar op dag des oordeels kan niemand ontkennen. Op dag des oordeels is alles duidelijk, alles zichtbaar. Alles is gewoon transparant wat dat betreft. Je kunt het zien, je kunt het aanschouwen. Op die dag
zou de kracht van Allah subhanahu wa ta'ala ten toon gesteld worden, zodanig dat niemand in staat zou zijn om te ontkennen dat Allah de bezitter is van dag des oordeels. En daarom wordt hier specifiek gezegd, de bezitter van dag des oordeels. Vervolgens ga je verder, en dan ga je naar een vers die jij deelt tussen jou en Allah subhanahu wa ta'ala. Een vers die weergeeft waarom jij eigenlijk hier bent op deze aardse leven. Waarom jij geboren bent, waarvoor Allah jou geschapen heeft, is voor het volgende. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. U aanbieden wij, o Allah. En u vragen wij om hulp. We zijn hier om u te aanbieden. We aanbieden u, o Allah. En daarmee geven wij eigenlijk invulling aan ons doel waarvoor u, o Allah, ons hebt geschapen en gemaakt. Sterker nog, o Allah, we gaan nog verder. We zeggen niet alleen, wij u aanbieden wij. Maar wij vragen u ook nog om hulp. Waarom? Want we zijn in alles zijn wij van u afhankelijk, o Allah. Wij aanbidden u en wij vragen u om hulp bij het verrichten van die daad van aanbidding. Wat was het niet dat u, o Allah, ons zou helpen om de daad van aanbidding te verrichten, waar we waren daartoe nooit in staat. Was het niet, o Allah, dat u ons in staat hebt gesteld om te vasten, dan hadden wij nooit kunnen vasten. Was het niet u, o Allah, die ons in staat had gesteld om de Koran te reciteren, dan hadden we daar nooit, waren we daar toen nooit toe in staat geweest. Maar het is u, o Allah. U bent alles. Wij vragen u om ons daarin te helpen. Want soms, de gunsten die ons overkomen, willen wij u bedanken, dan hebben wij een andere gunst nodig om u te bedanken, namelijk dat u ons in staat stelt om uw gunst te bedanken. Moet je voorstellen. Zelfs het bedanken van gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala, als je Allah dankbaar bent, is een gunst van Allah. Waarom een gunst? Want heel veel mensen worden begunstigd. Maar niet iedereen ziet het in. Niet iedereen beseft het. En als jij dat besef krijgt dat Allah jou begunstigd heeft, je gaat Allah bedanken, dan heb je een gunst van Allah gekregen om zijn gunsten te bedanken. Dus in feite draait alles om Allah subhanahu wa ta'ala. Daarom zeggen wij, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ. Allah is van niemand afhankelijk. En iedereen is van hem afhankelijk. Iedereen is van Allah afhankelijk. Ga terug naar Surat al-Fatih. Nadat jij dus lof hebt gesproken over Allah, zijn naam en eigenschappen, getuigd hebt dat Allah subhanahu wa ta'ala de bezitter is van dag des oordeels, getuigd hebt van het feit dat jij Allah subhanahu wa ta'ala aanbidt, en dat jij Allah zelfs vraagt om jou te helpen om hem te aanbidden, dan komt op een gegeven moment datgene waar je allemaal naartoe hebt gewerkt. Want dit is een soort inleiding, moet je zien. Deze eerste paar versen van Surat al-Fatiha zijn inleiding om vervolgens iets te gaan vragen aan Allah. En dat is precies hetzelfde als jij in een bepaald bedrijf werkt en je wilt iets om de werkgever om een gunst te vragen. Dan kom je niet binnenvallen met jouw gunst. Dan kom je niet binnenvallen, je zegt op een gegeven moment van luister, ik wil dat en dat. Maar je zult altijd een inleiding moeite hebben. En anders wordt jouw verzoek keihard afgewezen. Maar je moet het mooi inleiden. En zo leiden wij eigenlijk in Surat al-Fatiha iets in. Namelijk het vers waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt. En waarin de moslims iets aan Allah subhanahu wa ta'ala vragen. Ihdina as-sirat al-mustaqim. O Allah, leid ons naar het rechte pad. En dit is een mooie dua. En daar moeten we ook bewust van zijn. Op het moment dat jij Surat al-Fatiha aan het reciteren bent. En je zegt, ihdina as-sirat al-mustaqim. Wees ervan bewust dat jij dua aan het doen bent. Je bent Allah aan het smeken. Door te vragen om jou te leiden naar het rechte pad. En als Allah subhanahu wa ta'ala jou leidt naar het rechte pad. Dan is dit werkelijk een grote gunst die jou overkomt. Je gaat verder te beschrijven, sirat al-ladina an'amta alayhim. Welke pad? De pad van degene die u Allah hebt begunstigd. En wie zijn degene die Allah heeft begunstigd? Dat zijn de profeten, de martelaren, de oprechten, de boodschappers. Dus met andere woorden zeg je, Allah, leid mij naar het rechte pad. Waartoe u ook de profeten hebt geleid.
een andere vrouw me voorgaat, dus leidt mij naar het rechte pad. En met het vragen van leiding aan Allah, wat vraag je eigenlijk als je zegt, ik dien het Sirat al-Mustaqim, leid mij. Wat vraag je dan in feite? In feite vraag je Allah subhanahu wa ta'ala om jou de kennis te schenken om de waarheid te herkennen. Dat is één. Ten tweede vraag je Allah subhanahu wa ta'ala om jou in staat te stellen om de daden van aanbidding te verrichten. En deze twee zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die de moslim in deze dua aan Allah vraagt. Ihdina, met andere woorden, al Allah, leer mij. Al Allah, onderwijs mij. En al Allah, stel mij in staat om daden van aanbidding te verrichten. Als je dit voor elkaar krijgt, als deze dua verhoord wordt, en Allah schenkt jou de kennis, en hij stelt jou in staat om daden van aanbidding te verrichten, dan heb jij de bijt binnen, zoals ze zegt. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-ladina an'amta alayhi. Kijk, je vraagt aan het begin, vraag je Allah subhanahu wa ta'ala om jou kennis te geven, om de waarheid te herkennen en om daden van aanbidding te verrichten. Aan het einde van het vers, aan het einde van jouw smeekbeden, vraag je Allah subhanahu wa ta'ala om jou te behoeden van twee type personen. En bij deze twee type mensen schort het aan een van de twee zaken die jij gevraagd hebt aan Allah subhanahu wa ta'ala. Dus kennis of het verrichten van daden van aanbidding. Deze twee laatste, in de laatste vers van Surah Al-Fatiha, deze twee type mensen van wie jij aan Allah subhanahu wa ta'ala vraagt om je daarvan te distancieren en weg te houden, hen schort het aan een van de twee zaken. Of het schort hun aan kennis, of het schort hun aan het verrichten van daden van aanbidding. Wie zijn dat? Ghayr al-maghdubi alayhi. Degene die de woede op zich hebben afgeroepen. Waardoor hebben zij de woede op zich afgeroepen? Dat komt doordat zij kennis hebben gekregen. De eerste zaak die wij gevraagd hebben aan Allah. Maar ze hebben er niet naar gehandeld. Dus het schort hen aan het verrichten van daden van aanbidding. Ze komen daarin schieten zij tekort. En daarom vraag je aan Allah subhanahu wa ta'ala. Hou mij weg bij die mensen. Daar wil ik niet toe behoren. Degene die kennis hebben gekregen, maar er niet naar handelen. En je gaat verder, je zegt. Nog degene die afgedwaald zijn. Dus met andere woorden vraag je Allah subhanahu wa ta'ala, laat mij ook behoren tot degene die afgedwaald zijn. Wie zijn degene die afgedwaald zijn? Dat zijn degene die wel daden van aanbidding verrichten. Ze hebben die tweede zaak die wij gevraagd hebben. Maar ze verrichten die zaak, die ze verrichten die daden van aanbidding zonder kennis. Dus het schort hun aan kennis. En ze komen dus kennis tekort. En zo komen we tot het einde van dit prachtige hoofdstuk. Surat al-Fatiha. De opening. De moeder der boek. As-Sab'a al-Madani. Zeven prachtige versen. Met grote betekenissen. Waarin de moslim elke dag minimaal 17 keer leest. Terwijl hij voor Allah subhanahu wa ta'ala staat. Dus dit vers verdient het. Om daar aandachtig naar kijken en de betekenissen ervan onder de loep te nemen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons in staat stellen om de Koran beter te begrijpen. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons in staat stellen om terug te keren naar het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Vooral in de maand van de Koran. Als het jou niet lukt om jouw band in de maand van de Koran met de Koran te herstellen, vraag jezelf dan af wanneer. Als het nou niet lukt, nu de deuren van het paradijs geopend zijn, de deuren van de hel gesloten zijn, de meest hardnekkige duivels eigenlijk vastgeketend zijn, als het jou niet lukt, terwijl Allah subhanahu wa ta'ala deze zaak voor jou teweeg heeft gebracht in zijn creatie, om het jou makkelijk te maken, als het niet lukt om terug te gaan naar het boek van Allah subhanahu wa ta'ala, dan dien jij bij jezelf af te vragen wanneer dat. Als een shayatin weer wordt losgelaten. Als de deuren van het paradijs dichtgegooid worden. Wanneer dan? Vraag jezelf eens af. En laten we met z'n allen terugkeren naar het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Door deze te reciteren te overpeinzen. Allahumma inna abiduka banu abidika banu imaik. Nawasina biyadika maadin fina hukmuka adu fina qadauk. Nas'aluka Allahumma bi kulli ismin wa laka sammayta bihi nafsak. Au anzaltahu fi kitabik. أو علمته أحدا من خلقك
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا به ما جهلنا وذكرنا اللهم به ما نسينا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير فور لاسن دور. Het is natuurlijk heel anders dan live. Ik heb liever natuurlijk dat jullie daar in de moskee zien, de broeders. Maar Heer, inshallah, nogmaals, dit is een gunst wat ons ontnomen is. Maar er zijn veel andere gunsten waar we aandacht aan kunnen schenken. Laten we positief blijven. Ook in de tijd van corona zijn we positief. Want wij zijn moslims en wij zijn positief en staan positief in het leven en halen het beste eruit. Jazakumullah khair fil asbi oor. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله. أتم الصفوف الأول فالأول.